In het kader van 155 jaar afschaffing slavernij is dit jaar ervoor gekozen een Mariposa-boto bij het monument van Kwaku te plaatsen in plaats van kransen. De Federatie voor Afrikaanse Renamang, die elk jaar de kranslegging organiseerde, heeft dit jaar de plaatsing van de Mariposa-boto samen met de Nationale Commissie Jubileumjaren gedaan. Volgens Victor Jones, vertegenwoordiger van de Federatie voor Afrikaanse Renamang, heeft Keti Koti met zich meegebracht dat wij vandaag de dag alles kunnen doen wanneer en hoe we dat willen. Harriette Bolansing, onderdirecteur cultuur, zegt dat er steeds meer discussie wordt gevoerd over herstel van het slavernijverleden. Maar if you want Keti in your living, if you want that Keti in your omstandigheden, in alles aan je om je heen, dan was er je abi doen. Je abi voel draai aan een paar botten. En naarmate er meer activiteiten worden ontplooid, meer info loskomt, merken wij dat de roep van een positieve verandering ook wel groeit. Ik wil u speciale aandacht vragen voor de database online over het slavernijregister om daar nota van te nemen. U kan daar kostbare informatie over uw voorouders en over andere zaken vinden. Melvin Bouva, vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, wees erop dat we geen keuze hebben dan bij de jeugd te beginnen wanneer het gaat om vaderlandsliefde, natievorming en overdracht van cultuurkennis. Vicepresident Ashwin Adin zegt dat ontwikkeling is het elimineren of wegwerken van onvrijheden. Hoor wat er een basie, naar een vriend wat er een grom, lobbybrengen aan SA, ook tot de belangenbrengen aan SA in, tra organisatie van een kerkje en van een kerkje, aan een afkodri, naar een peaceful cultuur, ko a perspectief op dat die, ko nu afrontusreti, dat je na afkodri en je na echte drie, naar een peaceful cultuur, ko a perspectief dat die. Hij zei, hoe gaan we bewustzijn? Bewustzijn dat vrijheid meer is dan in een fysiek gevecht. Vrijheid is onvrijheid weghalen. We hebben nog heel veel werk te doen. En dat is het teken dat we vandaag kunnen innemen. Er is vrijheid gegeven aan ons door strijd. Vrijheid aan ons bewustzijn moeten wij dringen door onvrijheid weg te halen en meer onderkip te brengen. VP Adin gisteren bij de plaatsing van de Mariposa-boto bij het Kwaku Monument. In het kader van 155 jaar afschaffing slavernij is er dit jaar geen kranslegging geweest, maar het plaatsen van een Mariposa-boto met daarin onder andere een boeketti en vruchten.